Breda Nu. Je weet het meteen. De laatste poolwedstrijd tijdens het EK vrouwenvoetbal in Breda ging tussen Zwitserland en Frankrijk. Ook voor aanvang van deze wedstrijd was er weer volop sfeer en maakten de fans van beide teams er samen een feest van. What do you think of France tonight? Our friends are gonna win. For sure. How many? 2-0. We're gonna win today. But why? To the next round. Because we're better and more beautiful. But why are you a cow? Why? You know, the Swiss cows. Swiss Alps, Swiss cows, so it works well, I think. And what will be the result tonight? 3-0 for us. Bonjour, ça va? Ik kom hier gewoon uit de buurt, toch? We hebben wel voor Frankrijk zo te zien. Ja, ik heb een Franse schoonzoon, dus wij worden geacht voor Frankrijk te zijn. Maar daar zijn we dan ook, hè. Hoeveel wordt het vanavond? Nou, 1-0 voor de Fransen is voldoende, dus dat, ik heb geen idee. Dat weet niemand, maar ik hoop natuurlijk dat ze winnen. Nederlandse fans die zijn bij elke wedstrijd. Dit is onze zesde wedstrijd die we bezoeken. Dus het is niet alleen de wedstrijden van Oranje die we bekijken, maar ook gewoon andere landen. Wat is nou de leukste wedstrijd die jullie tot nu toe gezien hebben? Gisteravond, Zweden-Italië. Dat was wel echt leuk. Waarom? De entourage van de Zweedse fans. We zaten echt in het Zweedse vak. Er werd ook lekker gespeeld. 5 doelpunten. Spelen gewoon lekker frivol. Het is alleen jammer dat het een eindje rijden was. En ik had hem liever in het NAC-stadion gezien. Maar... Ja, de volgende wedstrijd is natuurlijk Nederland-Zweden voor de kwartfinale. Wat denkt u ervan? Ik hoop dat Nederland doorgaat. Ik ben bang dat Zweden gaat winnen. Ja, zelfs onze even verluigen voor het lopen hier. Ja. Van een rondje lopen hier, even kijken. Hey, waarom ben je met een NAC-shirt? Het is vanavond Frankrijk. Ja, dat klopt, ja. Maar Breda is de place to be en NAC is de club hier, hè. Dus een beetje trots mag je uitstaan, toch? Ga je vanavond ook weer zingen? Nee, ik zal nu eerlijk zeggen, ik moet elk werken, jongen. Ik moet nachtdienst draaien, dat is nog erger. Maar ik kwam gewoon even kijken in hoe de ambiance hier is. Maar het ziet wel gezellig uit hier. Wat betekenen deze ballonnen? Informatie, dus vandaar de vraagteken wat erop staat. Mensen die niet weten welke ingang dat ze moeten hebben, die andere vragen hebben, waar de bussen vertrekken. Al dat soort informatie proberen we te verstrekken. En wat is nou de meest gestelde vraag? Waar de juiste ingangen zijn. Sommigen moeten bij 4 binnen, anderen bij 5. Er zijn erbij die tickets hebben voor 6. En welke ingang dat ze moeten hebben, dat is de meest gestelde vraag. Spreekt u dan ook alle talen van die mensen die hier langskomen? Nee, helaas niet. Duits en Engels dat gaat redelijk, maar Frans wordt al een probleem. De meeste mensen die verstaan ook wel Duits of Engels. And did you visit every match of Swiss? No, just this one here in Breda. This is the best stadium, of course. Of course, yes. What will be the result tonight? Hopefully we will win and come to the next level. Do you speak English? Oh, a little bit, bad English. Quel est le résultat? Ce soir? This night, 2-1. I think it's 2-1 for Switzerland. Ik denk gelijkspelletje 1-1. Ik heb helemaal geen verstand van vrouwenvoetbal, maar het is gewoon uit de duim gezogen. Ik denk 1-1. Where are you from? England. Why are you here? Well, we're going to England, Portugal tomorrow, but we also have tickets for this one, so I thought I'd just represent England at both matches. What do you think tonight? I think it'll be a good game. I think France will probably win. They're a better team. But I'm supporting football tonight. Wins. We are win. Win today. Yes. How much? 2-1. 2-0. 2-1. Why is Swiss better than France? They are beautiful. That's the only reason. Football. Yeah! Hopschiet! 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 Name it. Hopschiet! Hopschiet! Breda Nu. Je weet het meteen.